Hey allemaal, mijn naam is Lisa en ik ben 25 jaar. Ik wil graag iets met jullie delen. Ik zat vanmiddag op YouTube en ik was video's aan het kijken over pesten. En de reden dat ik dat aan het kijken was, is omdat ik op een link terecht kwam van Over de Streep. Over de Streep is een programma dat inmiddels best wel bekend is in Nederland en in Amerika. En het is een programma waar mensen, vooral scholieren, over de streep moeten stappen op het moment dat ze iets hebben meegemaakt. Ik zelf ken het programma al heel erg lang. Ik volg het ook al heel erg lang. En ik vind het heel heftig om te zien. Maar ook zeg maar om te zien dat mensen gewoon verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Wat mij ook heel erg raakt is op het moment dat die scholieren dus over de streep stappen. Dat je ziet aan de andere scholieren van... Oh, dit wist ik helemaal niet. En na dat programma krijg je nog wel een soort terugblik, zeg maar, wat hun er nou van vonden. Dan wordt er gevraagd van, hoe vonden jullie het om te doen en wat was je gevoel daarbij? En dan, de meeste scholieren die zeggen dan, het was heel heftig, het was heel emotioneel. En ik wist niet dat iemand dit of dit had meegemaakt. En dat is dus ook een beetje... wat ik wil zeggen met mijn verhaal. Je weet nooit wat iemand mee heeft gemaakt. En er wordt op dit moment, er wordt al heel lang en nog steeds wordt er heel veel gepest. Er zijn te veel kinderen, te veel mensen. Het maakt niet uit of je op school wordt gepest of dat je op het werk wordt gepest. Het is allebei verschrikkelijk. Het raakt mij, want ik vind dat het gewoon niet nodig is. Ik vind dat iedereen elkaar moet accepteren zoals hij of zij is. Of je nou dik bent, of je nou dun bent, of je nou bruin bent, of je nou blank bent. Het boeit me niet, maar het is gewoon, ja, ik vind het heel erg. En het is iets wat me heel erg raakt. Ik ben zelf gelukkig nooit gepest. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt. Vriendinnetjes van mij zijn wel gepest. En ik ben gelukkig altijd voor hun opgekomen. En ik heb altijd tegen de pesters durven zeggen van stop daarmee, hou op. Het was een bepaalde kracht die naar boven kwam. Hè, van ja, dit kan niet, hè, stop daarmee. Ik weet ook niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Er wordt ook niet zo heel veel over gepraat door veel mensen, zeg maar. Vooral de mensen die worden gepest of de kinderen die worden gepest, die durven hier niet over te praten. En ik vind dat heel erg, want er zijn te veel kinderen, te veel mensen die alleen rondlopen met hun verhaal, die het niet willen delen, die het niet durven delen, omdat ze bang zijn dat ze nog meer gepest worden of dat ze daarmee gepakt worden door de pesters zelf. En ja, dat gaat mij wel aan het hart, want ja, ik vind dat je dat gewoon moet delen. Met iemand die je heel erg vertrouwt, een juf of een meester. Ik weet het niet, een opa of een oma of een tante of je beste vriendin. Ik vind echt dat mensen daarover moeten praten. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat het moeilijk is. Ik schrik gewoon heel erg van sommige filmpjes op YouTube. Vanmiddag zat ik toevallig nog een filmpje te kijken van een meisje die heet Feline. En in haar klas pesten ze haar heel erg met het Feline-virus. En ze vertelde dat zeg maar mensen haar of als zij iemand aanraakt, zeg maar, dat ze dan zeiden van eeuw, godverdamme. En dan gingen ze het ergens anders aan afsmeren. En uiteindelijk werd het aan de grond gesmeerd. Zo van hier wil ik niet meer staan, want daar zit het Feline-virus. Ik heb heel hard moeten huilen, want... Ik vind het verschrikkelijk om te zien dat zo'n jong meisje al zoveel mee heeft gemaakt. Zeg maar. Dat het nu gebeurt en dat mensen zoiets durven te doen. Ik kan daar zo boos om worden, want zo'n meisje die moet dat de rest van het leven met zich meedragen. En er zijn ook heel veel mensen die er gelukkig die al wat ouder zijn, die er overheen zijn. Maar je weet natuurlijk nooit hoe iemand eruit komt, hoe erg iemand er later nog last van heeft. Ik vind het gewoon, ik kan er echt super boos om worden. Want waar is het nou voor nodig? Waarom moeten we pesten? Waarom moeten we elkaar überhaupt pijn doen? Waarom? Dat is een vraag die ik mezelf denk ik altijd wel kan blijven stellen. Maar waar ik nooit echt een duidelijk antwoord op krijg.
en zal krijgen. Wel ben ik ervan overtuigd dat wij met z'n allen de wereld een stukje mooier kunnen maken. Ze zeggen wel eens dat het bij jezelf begint. Dus ik dacht, ik ga deze stap gewoon nemen. Ik ga hier een video over maken. Ik ga vertellen wat ik ervan vind. Ik vind dat we de wereld met z'n allen wat mooier moeten gaan maken door elkaar te helpen. Door naar elkaar te luisteren. Ik weet ook zeker dat er zoveel kinderen zijn en zoveel mensen die eenzaam zijn, die niemand hebben of niet veel mensen om zich heen hebben. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we elkaar hiermee helpen. Wees er gewoon voor elkaar, luister naar elkaar, geef elkaar een knuffel als je ziet dat iemand het nodig heeft. Of gewoon zomaar, het kan iemand zoveel goeds brengen, zoveel goeds doen. Ik vind het een moeilijk onderwerp, omdat ik het heel erg vind om te zien. Dat is wat ik er nu over kan zeggen. En ik hoop gewoon dat ik mensen mag gaan helpen, want dat is mijn doel. Misschien om met ze te praten, een luisterend oor te bieden, dat is zo belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Ik wil jullie in ieder geval vragen om deze video te delen, als je dat wilt. En ik hoop zo samen met jullie meer mensen te mogen bereiken. En dan hoop ik dat wij hier met z'n allen iets aan kunnen doen. Er wordt wel heel veel aan gedaan, maar ik wilde het ook graag proberen. En ik hoop dat het me gaat lukken, om samen met jullie uiteraard, om wat meer mensen te bereiken. En ook om deze boodschap te verspreiden. Dus wees lief voor elkaar, help elkaar en stop pesten. Dankjewel voor het kijken en abonneer even op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, mijn YouTube kanaal heet Songs & Vlogs by Lisa. En ik hoop jullie weer te zien bij een nieuwe video. En ik hoop natuurlijk veel mensen te bereiken. Dankjewel. Doei doei!